dat is goed gesprek, is een informatiegesprek, informatief. Dus laten we daarbij houden. U was niet zo tevreden dat de andere V7-partners apart zijn komen praten. Waarom bent u dan zelf gekomen vandaag? Ik heb het voorgelegd aan V7 gisteravond en die heeft me geadviseerd te gaan ook. Is er dan nog een weg voor de heer Sapoen, voor een binnen PL, om dat helemaal weer te gaan sluiten? Ik weet, ik heb vandaag de president duidelijk gemaakt. Ik heb geen moeite mee dat de heer Sapoen uitgenodigd is. Maar de heer Sapoen kan niet namens PL hier gesprek voeren met de president. Als hij namens zichzelf, dat mag. Ja, dat is toegestaan, het is democratisch terecht. Maar namens PL, het beroep op de president, ja, laat hij dan niet als namens PL het woord voor, want PL is hier aanwezig. U zei dat de NDP een coup heeft gepleegd in PL. Blijft u dat standpunt behouden? Oh, daar wil ik niet ingaan. Zondag zei u dat de heer dat NDP rotzooi politiek voert. Wilt u toch met ze onderhandelen? Luister, heren, ik ben hier voor informatie. Ik ga niet ingaan op uw insinuatie. Meneer Sommaarde, maar we kunnen u wel aan uw woord houden, toch, meneer Sommaarde? Goed, ik wil niet ingaan. Hoe kijkt u terug op dit gesprek? Goed, constructief. We hebben altijd geleerd. Als Surinamer heb ik van president Van Wijlen Joopie geleerd. Al houden we van elkaar, maar het gaat om Suriname, om te bereid zijn elkaar om te helzen. Bent u in landsbelang bereid om offers te brengen in deze situatie? Doet dat dan vanaf. Wat is landsbelang? Welke offers moet ik brengen? Meneer Sommaarde, vindt u wel dan dit? Even goed. U komt eraan en meneer Sommaarde gaat eruit. Oh, hij is al weg? Ja. Oké. Okay. Is er nog een poging? Wil hem niet ontmoeten? Nee, ik heb nooit problemen gehad met meneer Sommaarde als persoon. Dus als iemand me toe wil, dan kan ik hem altijd ontmoeten. Maar als politicus wel? Als voorzitter onder deze omstandigheden wel natuurlijk, zoals ik dat heb verkondigd. Kan het nog goed komen tussen de heer Sapoen en de heer Sommaarde? Nou, ik heb al eerder een statement gemaakt. Onder deze omstandigheden, onder deze leiding is het haast onoverbrugbaar, bijna niet meer te doen. En is het een kwestie dat de geschiedenissen gaan het herhalen? Is in 96 is het ook bij Penda Lima op deze manier gegaan? Hoe kijkt u er vandaan? Nee. De geschiedenis kan zich nooit herhalen. Je wil liever een ander tijdsgewricht waarbij wij dus we moeten kijken naar de toekomstperspectief van de partij. En de tijd dwingt jou gewoon om bepaalde besluiten te nemen. Toch? Als politicus, als politieke organisatie, als land. Dus het heeft niets te maken met de... Het gaat natuurlijk om wel... Twee personen die de hoofdrol vertolken, maar het gaat om uiteindelijk de toekomst van dit land. En dat bedwingt je om bepaalde posities in te nemen. Je moet keuzes maken. Mag de NDP gaan rekenen op een samenwerking met Sapoen? Dat hangt van de NDP af. Dus, bent u bereid om onder de vlag van NDP verder te gaan? Onder de vlag, dat is natuurlijk een heel andere omstandigheid en dat heb ik nooit ook zo verklaard. Dus dat is uitgesloten. We praten wel over een mogelijke samenwerking, maar dus, waarbij je praat over kernwaarden, vrije democratie. En dus dan zou in principe de kleur van de vlag niet veel uitmaken. Maar ik moet naar binnen. Hoe is het gesprek daarnet geweest? Nou, heel diepgaand hoor. Ik heb zelf gemerkt dus dat het diepgaander is geweest dan ik had verwacht. We hebben dus diepgaand gesproken wat ik zei over een aantal belangrijke vraagstukken. Het is een informatieronde geweest en de behoefte is wel aangegeven dat er nog zeker een vervolgronde komt. Zijn er andere mensen die mee zullen komen behalve de heer Chieten? Nou, wanneer u praat over mensen, wij weten dus dat wij binnen de bewegingen die nu gaande zijn binnen PL, wij ontzettend veel mensen, zowel binnen PL als buiten PL, achter ons hebben. En het ligt in de verwachting dus dat dat zich ook zal laten blijken in het openbaar. Zal er nog een gesprek plaatsvinden met meneer Sommaarde? Ik heb geen uitnodiging ontvangen met meneer Van Sommaarde en ik heb niet de behoefte om met meneer Sommaarde te praten, althans niet in de hoedanigheid van voorzitter van de partij. Meneer Sapoen, met de laatste ontwikkelingen kunnen we stellen dat het hoofdstuk perikelen Sommaarde-Sapoen definitief is afgesloten? Nou, als u mij het eerlijk vraagt hoor, ik heb geen enkel probleem met meneer Sommaarde als persoon. Ik heb hem altijd gerespecteerd, dat zal ik altijd doen, anyone. Maar als voorzitter denk ik dus dat ik geen enkele mogelijkheid meer zie om onder zijn leiding de politiek verder te bedrijven. Er komt een nieuwe politieke partij. Wat gaat jullie naam zijn in het parlement? Dat is je aanleiding. In ieder geval van mijn zijde niet. Wat gaat jullie naam zijn in het parlement? Fractie Sapoen?
Wat zei je? Wat gaat uw naam zijn als fractie in het parlement? Nee, vooralsnog klinkt het gewoon fractie Sapoen, anders steun door Chitin. Dus het wordt in feite een tweemansfractie.